Het gaat iets minder goed met de wilde eend. Het aantal eenden in Nederland is de afgelopen jaren flink afgenomen. En dat terwijl het in de rest van Europa prima gaat met de dieren. Deskundigen vinden het een raadsel. De gewoonste eend die we in Nederland hebben, waarvan er ineens berichten komen van het gaat niet goed. Ja, dat is natuurlijk alarm. Groot alarm. We kennen hem allemaal, de wilde eend. De meest voorkomende eendensoort in ons land. De bruine vrouwtjes en mannetjes met hun mooie groenblauwe kop leven in parkjes en vijvers. Maar elk jaar zijn er minder van te vinden in Nederland. En dat is opvallend, want in de rest van Europa gaat het prima met de eenden. Het schrikt me wel erg en dat vind ik een beetje raar. Want ik zag ze vroeger vaak en nu niet meer. Dat is wel een beetje treurig. Ik voerde ze vroeger en ik probeerde ze ook te aaien. Ik denk dat het wel zonde is, want als er weinig eenden zijn, dan worden ze zeldzaam. En als ze dan uitsterven, dan is dat ook niet leuk. Is dat een eend eigenlijk wel? Dat vind ik nog erg. Nu denk je misschien, hè? Ik zie toch nog hartstikke veel eenden in Nederland rondzwemmen. Dat is gelukkig ook zo. Maar toch zijn het er een stuk minder dan 15 jaar geleden. Toen zwommen er ongeveer 1,5 miljoen wilde eenden rond in Nederland. En nu zijn dat er nog maar ongeveer 1 miljoen. Hoe dat precies kan, weten deskundigen niet. Kees Moeleker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft zoveel verstand van eenden dat hij ook wel de eendenman wordt genoemd. Hij denkt dat het aan twee dingen zou kunnen liggen. Of de voorplanting gaat niet goed. Dat betekent de eenden leggen te weinig eieren. Er komen te weinig eieren uit. Of er worden te weinig kleine eendjes groot. Of je moet het in het milieu zoeken. Bijvoorbeeld dat het water slecht is voor de eend. Maar ja, we weten het niet. Ik gooi naar die. Kijk. Hoe erg zou het nou zijn dat er geen eenden meer zijn in Nederland? Niet heel erg. Maar het is wel jammer voor de kleine kinderen dat die geen eenden meer kunnen voeren. Dieren zijn ook gewoon dieren en die moeten ook een leven hebben. Ja, het zou toch jammer zijn als we deze vogels zouden moeten missen hier in de stadsnatuur en daarbuiten. Dat we straks alleen maar wilde eenden zien opgezet. Omdat niemand weet waarom het wat minder goed gaat met de eenden, komt er een onderzoek. Experts hopen er zo achter te komen wat er met de eenden aan de hand is.